Inclusie staat redelijk centraal in mijn werkleven, omdat wij vanuit de programmawerking Digitaal Talent Ad Gent eigenlijk de opdracht hebben gekregen vanuit Stad en OCMW Gent om vanuit Digipolis elke Gentenaar de kans te geven om zijn digitale talenten te ontdekken of te ontplooien. De werking van Digitaal Talent bestaat ondertussen 10 jaar. We zijn 10 jaar geleden als pionier begonnen in Vlaanderen, maar ook eigenlijk in Europa, om vanuit het stedelijke beleid in te zetten op digitale inclusie. Toen nog het dichten van de digitale kloof en doorheen de jaren zijn we de positieve benaming gaan gebruiken, Digitaal Talent Ad Gent. Nu, vandaag de dag, concreet, organiseren we heel wat activiteiten in Gent. We hebben een aantal structurele zaken opgezet, zoals de digitale uitleendienst. Daarbij kunnen scholen en organisaties gratis ICT-materiaal ontlenen om te gaan werken aan digitale inclusie. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook de digitaal talentpunten. Meer dan 70 ruimtes in Gent waar de burger gratis kan gebruik maken van computer en internet. Heel vaak met begeleiding, want we hebben ondertussen al meer dan 100 vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Ook de coördinatie van Digitale Week en andere grote campagnes nemen wij op ons. Nu, ook heel wat doelgroepprojecten organiseren we daarnaast in Gent, omdat we naast activiteiten die voor elke burger zijn, ook echt wel willen inzetten op kwetsbare groepen. En dat doen we altijd samen met partners. Voor onze partnerprojecten zoeken wij de geschikte partner om de doelgroep te bereiken en om met hen aan de slag te gaan rond digitalisering, mediawijsheid en altijd met de focus inclusie. Nu, heel mooie projecten, onder andere DigiKriebels. Dat is een prachtig project waarbij we aan de slag gaan met kwetsbare ouders. Om dan eigenlijk te gaan kijken hoe dat ze een kindje beter kunnen ondersteunen bij de stap naar het eerste leerjaar via educatieve spelletjes en door de schoolomgeving beter te leren kennen. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat partnerschappen essentieel zijn in het werken aan e-inclusie. Omdat digitalisering door zoveel domeinen van de samenleving loopt, heb je ook heel wat partners nodig om daaraan te kunnen werken. Zeker als je aan de slag gaat met doelgroepen, is het heel belangrijk om de juiste partners te hebben om jouw project te gaan realiseren. Binnen Digitaal Talent vertrekken wij dan eigenlijk ook om een stakeholder mapping te hebben of te houden van Gent. En te kijken binnen onze stad wie is actief, rond welke groepen, rond welke thema's. En hoe kunnen we door die mensen samen te zetten eigenlijk werken aan digitale inclusie, zeker bij doelgroepen. Nu, voor de projecten gaan wij ook nooit starten vooraleer we de juiste partners gevonden hebben. Bij elk project gaan we kijken wie is nodig om die puzzel te leggen en wie is nodig om dat project te doen slagen. Dat gaat vaak over de combinatie van heel verschillende partners. Meer technische partners, meer sociale partners. En we gaan die gaan samenbrengen om ons project te gaan realiseren. De coördinerende rol bij ons ligt dan in het heel duidelijk afspreken van de afspraken, van wie gaat wat opnemen, hoe gaan we dat samen uitvoeren en we gieten dat ook altijd in een samenwerkingsovereenkomst. Zo is er van in het begin eigenlijk heel duidelijk wie wat zal doen tijdens het project en als er dan discussie ontstaat, kan je eigenlijk altijd gaan teruggrijpen naar die samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kijken we ook om voor projecten die goed lopen de rol op te nemen hoe dat we die projecten eigenlijk duurzaam kunnen gaan inbedden. Wij werken samen bij voor onze projecten met heel wat onderwijsinstellingen, met VZW's, met diensten van de stad. En op het moment dat een project eigenlijk heel goed draait, gaan we gaan kijken hoe we die als activiteit kunnen gaan verankeren. Dat kan door een dienst opgenomen worden, maar dat kan evengoed door een VZW opgenomen worden. Binnen DigiKriebels bijvoorbeeld is een project dat we samen opgesteld hebben met Leerpunt, het Centrum voor Basiseducatie en ook het Brugfigurenproject binnen de stad. Daar zijn we eigenlijk samen gaan kijken wie moet wat doen om dat project te doen slagen. We gieten het in een samenwerkingsovereenkomst en nu loopt dat project eigenlijk al sinds 2010 heel succesvol, maar die samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd. We blijven kijken, zitten we op diezelfde lijn, willen we diezelfde doelstelling en hoe gaan we dat samen realiseren. Op het moment dat alles goed loopt, zie je dat dat meer een langdurige activiteit wordt waar we gewoon samen onze schouders onder zetten. En dat is in mijn ogen een succesvol project als je een duurzaam resultaat krijgt. Ik ben Sarah van Damme, ik werk als programmaregisseur bij Digitaal Talent Ad Gent. Ik ben er natuurlijk ooit gestart als projectleider en een van mijn eerste projecten die ik in Schoonhoven kreeg was DigiKriebels. Het is een heel mooi project, een samenwerking waarbij we vanuit Digitaal Talent Ad Gent samenwerken met het Brugfigurenproject van de stad Gent en het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt. Binnen het project gaan we eigenlijk aan de slag met de ouders van kleutertjes die de stap zullen maken van derde kleuterklas naar eerste leerjaar.
Wat gaan we doen met die ouders? Eigenlijk tekenen de ouders in voor een computerles of een tabletles om meer te weten over digitale media. Maar natuurlijk, we gebruiken of we vertrekken vanuit het idee opvoedingsondersteuning en hoe kunnen ouders eigenlijk hun kindje ondersteunen in de stap naar het eerste leerjaar. Want er is daar heel wat dat al geleerd wordt in de kleuterklas, maar vaak zijn ouders daar nog niet echt mee bezig of weten ze eigenlijk niet echt dat er geleerd wordt in de kleuterklas en hoe dat eigenlijk kan ondersteund worden van thuis uit door bijvoorbeeld te gaan werken met educatieve spelletjes. Daarnaast kunnen ze ook gaan kijken van oké, welke informatie staat er bijvoorbeeld op een schoolwebsite en wat is interessant voor mij als ouder. Dus binnen het project zien we verschillende doelen. We werken enerzijds rond digitale geletterdheid en mediawijsheid, maar anderzijds ook rond de connectie tussen school en thuis en ook naar levenslang leren toe. Want ook een ouder blijft iemand die eigenlijk heel het leven lang kan blijven leren. Project DigiKriebels is heel concreet op de school aan de slag gaan met die digitale tools. We werken met de tablet en met educatieve spelletjes, met de computer. En de ouders leren daar eigenlijk mee omgaan. En kijken van, oké, al die zaken, wat is nu interessant bij, of wat past bij de leeftijd van mijn kindje? Hoe kan ik daarmee aan de slag als ouder? En hoe kunnen we eigenlijk samen die educatieve spelletjes gaan ontdekken? Zij leren dan in sessies op de school. De lessen worden gegeven door een lesgever van het Centrum voor Basiseducatie. En de ouders worden eigenlijk heel hard gemotiveerd om deel te nemen door de brugfiguur. Dat is iemand die de taak heeft op school om de brug tussen thuis en de school te versterken. De effecten van het project zijn ook heel mooi om te zien. Bij de ouders geven ze eigenlijk aan van de digitale vaardigheden. We voelen ons daar veel sterker in. We hebben ook veel meer inzicht in wat dat educatieve spelletjes kunnen betekenen in de opvoeding. Maar ook, ze voelen zich meer zelfzeker om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast geven ze aan dat ook die band tussen school en thuis versterkt wordt, wat heel belangrijk is in de verdere schoolloopbaan van het kindje. En daarnaast geven ze ook aan van, kijk, dit triggert mij ook echt wel om verder te gaan leren. Ik wil nog iets gaan volgen. Dat doen ze dan ook later bij bijvoorbeeld het Centrum voor Basiseducatie of andere initiatieven rond volwassenenonderwijs. Dat is heel mooi om te zien, omdat we voor elke partner zit daar eigenlijk een win in, een doelstelling die wordt behaald. En dat is heel belangrijk in een samenwerkingsproject. Ook voor de kindjes is er een heel leuk effect, want de ouders worden meer betrokken. Ze gaan ook gaan kijken van oké, wat past binnen de opvoeding qua educatieve spelletjes. En de spelletjes spelen vinden de kinderen natuurlijk ook altijd heel fijn. Ze zijn ook trots dat mama en papa op school komt, ook leert en dat ze samen aan de slag kunnen gaan en samen kunnen spelen. Alle spelletjes en educatieve apps die hebben we ook gebundeld op de website www.digikriebels.be. Omdat natuurlijk ook andere ouders of ouders die hebben deelgenomen aan het project nadien altijd nog op die website terecht kunnen om informatie, apps en spelletjes te gaan raadplegen. Ook voor de scholen hebben we een duurzamer traject voorzien en meer bepaald in de vorm van digiboxen. Het zijn boxen met educatief materiaal, digitaal materiaal weliswaar, maar ook fiches van hoe ga je nu met dat materiaal aan de slag samen met kinderen en met ouders. Een van de boxen bijvoorbeeld is een box met B-bots. Het zijn kleine robotjes die je kan gebruiken om al met de kleuters zelf al te gaan leren programmeren. Die worden gebruikt door scholen, ofwel één box of allemaal samen, om een doedag te organiseren. We stimuleren scholen om die materialen in de klas te gebruiken en natuurlijk ook om ze samen met ouders en kinderen te gaan gebruiken, zodat opnieuw die band om samen te gaan leren versterkt wordt. Al die materialen die zitten eigenlijk momenteel in de uitleendienst. Dat betekent dat alle Gentse scholen die gratis kunnen ontlenen om op een school aan de slag te gaan en een digitale doedag te organiseren. Ik denk dat het project DigiKriebels vooral inspirerend is omdat het een succesvolle aanpak is om met kwetsbare ouders aan de slag te gaan, zowel rond digitale als sociale inclusie. Essentieel binnen het project is opnieuw, ik heb het al benadrukt, die partnerschap. Als je zelf aan de slag wil gaan en zo'n project wil dupliceren, moet je kijken dat je de juiste mensen aan tafel hebt, de juiste organisaties, de juiste partners om mee samen te werken. Dat is dan ook meteen een eerste aandachtspunt. Heel vaak wordt er gedacht, we kopiëren het project, want het project wordt al gedupliceerd in andere steden. Dat is heel leuk om te zien, maar ik geef altijd mee dat het heel belangrijk is om de juiste partners te hebben. DigiKriebels zou nooit kunnen slagen als één van de partners in dit partnerschap zou ontbreken. Zonder Leerpunt kunnen wij echt niet aan de slag om les te geven aan laaggeschoolde ouders. Zonder de brugfiguren kunnen wij echt niet aan de slag om scholen actief te betrekken en de ouders mee te betrekken voor het project. Dus daarom is het echt wel belangrijk om eerst de juiste partners te vinden om dan samen het project uit te rollen.
Voor mij is e-inclusie samen anderen ondersteunen om het digitale talenten te ontdekken, om zich zo te kunnen ontplooien, om in de maatschappij eigenlijk mee te draaien, zowel op digitaal als sociaal vlak.